De regiopolitie heeft donderdagochtend een man gearresteerd in verband met de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Bij deze aanslag op 18 juli 2012 reden twee auto's het gemeentehuis binnen waarna brand werd gesticht. De arrestatie van de 32-jarige inwoner van Waalre is het eerste resultaat van het onderzoek dat sinds de aanslag loopt en waar 40 mensen op zitten. De opgepakte man is inmiddels weer op vrije voeten, maar er wordt nog onderzocht of hij mogelijk betrokken is bij de brandstichting. De politie wil geen enkele uitspraak doen. Ook is niet bekend of de opgepakte man woonachtig is op het woonwagenkamp.